Hoi. Hoi Jules. Hey. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Hebben jullie allemaal? Goedenavond, ga ik even naar mijn. We zijn aangekomen in Londen. En... Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. En ik ben me eigenlijk nog steeds een beetje daar wakker. Ik ga zo mijn tanden poetsen. Oh shit, dat was fout. Stijn komt me over 2 minuten ophalen. Dus ik moet een beetje opschieten. We gaan kerstcadeautjes kopen. Dubbelspelcadeautjes. Even wat shoppen, foto's maken. En dat was het, denk ik. Daarna moet ik mijn wenkbrauwen doen. Nodig. En daarna ga ik eten en heb ik movie night met Bente. Dus eigenlijk een hele chille dag. Oh mijn god, Stijn is weer. Ik moet nog mijn tanden poetsen. Ja. Hoi. Stijn en ik hebben weer onze shopping spree dag. En we, nou, shopping spree, nee. We zijn gewoon kerstcadeaus aan het kopen. Voor onszelf. Voor onszelf. En ook voor de andere mensen. Als iemand anders het doet, dan moeten wij het doen. Dat is niet eens zo dat niemand anders het doet. Nee, maar... Maar wij willen het ook gewoon. Ja. Of we doen gewoon alsof we het voor elkaar kopen. Oh my god. Dan hebben we het voor maar elkaar. Ga ik wel andere dingen kopen als jij het voor mij gaat kopen. Heel luxe. Oké, nu gaan we naar de home afdeling van de Primark. Want daar zijn de beste kaarsen. Wij gaan weer wild worden. En daarna, we hebben nog best wel veel te doen. Action, normal. Oh god, Douglas. Douglas. Oké, nou, wij gaan even door. Ben en ik hebben lekker geshopt. En ik ben nu onderweg naar Amsterdam om mijn wenkbrauwen te doen. Daar neem ik jullie wel even mee. Dat is wel leuk, want daar doe ik altijd mijn wenkbrauwen. Dat is wel leuk om te laten zien. En daarna ga ik lekker eten en heb ik movie night met Bente. Dat is gezellig. Net mijn wenkbrauwen gedaan en even mijn bovenlip. Bij, waarom staat... Oh, ik ga zo filmen waar ik het heb gedaan. Maar ze zijn nu lekker donker, want ik heb ze ook geverfd. Maar ik ben super blij ermee. Dus ja, ik laat nu even zien waar ik het heb gedaan. Doei meiden! Kijk, het staat hier heel mooi. De Sculpting Brow Bar. Daar doe ik altijd eigenlijk mijn wenkbrauwen. Super chill. En Noah is super lief. Ze heet ook Noah. Dus dat is super chill. En ik ben helemaal blij. Want het is helemaal weer mooi. En ik ben super snel klaar ook. Dus nu ga ik lekker naar huis. Of jullie het zo beter zien. Maar ze zijn echt, ach, eindelijk. Weer lekker mooi. En mijn bovenlip is nu nog een beetje rood. Maar yeah. Oh, mijn camera is bijna leeg. Die ga ik weer snel opladen. Oké, ik wil eigenlijk even... een shopbox opnemen. Alleen, mijn camera is volgens mij bijna leeg. Dus dat is even een ding. Shit. Even een soort vlogstijl shopblog. Het is een ravage hier. Ik heb allemaal cadeautjes voor het dobbelspel gehaald. En wat dingen voor mezelf. En nog een cadeautje voor Dion, dus die ga ik nog niet laten zien. Ik zal even beginnen. Misschien is het ook wel leuk. Ik weet niet of jullie het dobbelspel gaan spelen. Maar wij hebben als budget 3 cadeautjes van €7,50. Of ongeveer €7,50. Dus ik kan jullie even laten zien wat ik heb gekocht met de prijsje erbij. Als eerste had ik dit als setje bij de Primark. Oh. Als eerste had ik dit als setje bij de Primark gekocht. Een cookie baking kit en een brownie... cookie, nog wat, pannetje. Ik weet niet, ik vond het heel schattig, dus ik had dit bij elkaar. Dit had ik bij de Normal gekocht. Dit is een handzeep en dit ook. En dit is de refill daarvan. Ik vond het wel een schattig setje. Dit was bij elkaar €7. Deze dus ook, ze waren afgeprijsd. Dan heb ik deze. Dit is een kaars van de Primark. Die was €2,50. Deze rietjes waren ook €2,50. En dit was een zeepje. Die had ik toevallig nog van... de TK Maxx, die had ik gekocht. Dus die kon hier mooi bij. En deze was volgens mij ook €2,50. Dan heb ik allemaal soorten kruiden. En dit vond ik echt heel leuk. Dit was per kruidenzakje €1. Dus ik heb 7 kruidenzakjes. Chili, tzatziki, peper. Dit is voor frietjes.
voor aardappel, oregano en zeezout. Super cute. Dan heb ik een soort eetpakketje. Hiermee kan je warme chocolademelk maken. Eitje, chocola, eigenlijk gewoon allemaal chocola. En dit was volgens mij ook bij elkaar 7 euro. Dan heb ik dit setje. Dit was ook van de Primark. Dit kwam trouwens van de Normal. En die kruiden ook. Deze kaarsen komen van de Primark. Deze waren 2 euro. En deze ook. En dit was een kandelaartje. Die vond ik ook heel schattig. Die was, even kijken, 5 euro. En hier heb ik gewoon nog een schattig kaarsje bij gedaan van 50 cent. Volgens mij waren dat alle cadeautjes. Oh ja, en ik had daar al wat ingepakt. Dat was een focaccia making kit. Ik weet niet, ik vond dat best wel cute. Dus dit zijn de cadeautjes, zeg maar, van Dion en mij. Dion had geen zin om te kopen. En ik vind dat super leuk om te doen. Dan heb ik voor mezelf in mijn kamer nog een kerstboomkaarsje gehaald. Vond ik echt super schattig. Ik heb van die iPads in het roze en blauw. En zo'n maskertje. Oh ja, dit is echt een goede tip trouwens. Oké, in plaats van dat ik mijn camera ook gewoon neerzet. Ik gebruik al heel lang deze tandenborstels. No Spon. Van Oral-B. Dit zijn eigenlijk elektrische tandenborsteltjes. Maar ze kunnen heel makkelijk meegenomen worden. Dus ik heb ook eentje voor Dion gehad en eentje voor mij. Dan, oh mijn god, dit is zo cute wat ik heb gevonden. Dit zijn letterlijk, dit is gewoon een mini kruik. Met van dat zachte ding. Het zijn handwarmers, maar sorry, dit is toch uber schattig. En ook in hartjesvorm, ik kon het niet laten liggen. Voor de rest heb ik nog wat, ja, dit is niet zo boeiend, wat staafjes. Oh ja, dit vond ik trouwens ook wel leuk. Dit is ook van de Primark. Dit is een spray. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Laat hem even zien. Ja, dit is een fabric spray. Dus dit doe je volgens mij op je beddengoed of op je kleding of zo. En het ruikt heel lekker. Dit is fresh linen. Ze hadden meerdere geuren. Ik heb nog panties gekocht. Ja, eigenlijk niet zo boeiend. Oh, ik heb trouwens ook nog iets leuks gekocht bij de Zara. Deze tas. In het Bordeaux. Ik had nog geen Bordeaux de tas. Bordeaux. Oh mijn god, zijn nou Bordeaux de... What the fuck? Een Bordeaux kleurige tas dan gewoon. En deze is met goud. En ik vind Bordeaux en goud echt heel mooi staan bij elkaar. En ik had ook bij de Zara dit korte. Echt, dat ziet er heel kort uit. Ik zit zo onhandig, maar ik heb gewoon geen zin om op te staan. Een heel kort grijs rokje. En dan dacht ik, dat is heel leuk met een panty. En dan zo'n grote trui en hoge laarzen. Dus die vond ik ook cute. Oh ja, en dan heb ik ook nog dit gekocht. Dit is voor mijn sieraden. Hier kan ik dan gewoon mijn everyday sieraden in doen. Deze ringen draag ik elke dag. Met horloge. En dan kan ik hier mijn armbandjes nog bij doen. Ik vond het wel schattig, dus dat kan ik dan ergens op mijn kamer zetten. Dat was het denk ik eigenlijk wel. Vooral veel cadeautjes gekocht. Dobbelspel. Maar ik vind het altijd super leuk om dingen voor het dobbelspel te kopen. En dan wil ik het ook echt maar wel zelf winnen. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik allemaal heb gekocht. Ik ga dit eventjes opruimen, inpakken, in tas doen. Ja, morgen heb ik weer opnames voor de podcast. Dus dat is leuk. En dan ga ik wel wat filmen, want dat heb ik beloofd. Goedemorgen guys, het is 9:50 en ik moet over 20 minuten weg. Ik heb snel gedoucht en omgekleed. Ik hoop dat hij zo daar staan. Ik heb mezelf gedoucht en omgekleed. Over 10 minuten komen schoenen uit van Nike die ik heel graag wil. Dus daar moet ik even op letten dat ik die niet vergeet. En ik moet best wel erg opschieten, want ik moet nog mijn hele make-up doen. En ook nog eten. Dus ja. Dat ga ik nu snel doen. Ik vind mijn outfit niet zo leuk. Maar ik heb geen tijd om het te veranderen. Dus ja. En Dion, die moest eigenlijk ook die schoenen voor mij doen. Maar volgens mij slaapt hij nog. Dus ik twijfel of ik hem zal bellen. Ik denk dat ik hem gewoon ga bellen. Ja. Nou, echt net op het moment dat ik Dion wilde bellen, appte hij mij dat hij ready was. Dus het is 56.
En ik ben heel snel make-up aan het doen. En oh mijn god, ik kom natuurlijk bijna te laat door dit. Maar dit moet ik echt even doen. Het zijn de Zoom Cortez Sakai. En ik wil die al heel lang. Dus ja, ik hoop dat ik ze win. Ik hoop dat ik... Oh mijn god, mijn wekker had ik gezet. ja, ik heb nu geen tijd om te ontbijten. Maar ja, alles of niets. Ik moet om 9:45 bij de podcast zijn. Maar het staat altijd mega erg file. En waarschijnlijk moet ik ook nog gaan krabben. Dus dat is ook chill. En mijn nicht uit Filipijnen komt dus vandaag aan op Schiphol. Dus ik hoop dat ik een beetje op tijd kan bij de podcast. Dan kan ik haar ook nog ophalen. Dat zou wel leuk zijn. Nog 2 minuten, guys. Ik ben hier maar een beetje zenuwachtig. Het zijn echt niet per se mijn droomschoenen, maar wel gewoon een schoen die ik al een tijdje wil. En Dion gaat dus ook proberen. Ik weet niet of hij mijn maat gaat proberen. Of gewoon zijn eigen maat. Maar volgens mij wilde hij deze gewoon niet. Nog 1 minuut. Ik vind het helemaal spannend. Jezus. Ondertussen ben ik even mijn hele make-up routine aan het doen met jullie. Oké, ik weet nog niet wat ik ze heb. Ja, oké. Ik zit wel in de rij. Nee! Ik heb ze niet. Godver. En nu heeft Dion ze volgens mij niet gekocht. Want hij dacht dat ik ze al had. Maar oké, ik moet wel opschieten, want ik moet over 7 minuten weg. Ik moet nog eten, mijn make-up afmaken en mijn auto krabben. Gaan jullie het doen in 7 minuten? Ik niet. The fit of the day. Rokje Zara. Trui Zara. Roger Blazers. Blazer, oh mijn god. Sjaal van de Primark. Hooglaarzen van Naked, tasje van de Zara. En ik ga super snel opschieten. Want anders kom ik te laat. Het is echt aan het vriezen. Ik weet dat dit komt en stil voor de King Experience. So what? Wat dus? We zijn er, guys. Het was iets te laat, maar ik heb het wel gehaald. Wel veel meer moe. Ja, ik zeg het straks allemaal wel. Oké. Hey, Jules. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie allemaal de dingen geluid? De mensen die... Het gaat er hier helemaal kinky aan toe. Jules is helemaal vastgebonden. We hebben een... Ik niet uit, gewoon. Een tickler. Een hele goede Ja, maar het plakt dus niet. Maar... Het is wel echt goed. Het is echt strak. Huh? Ja, gek, hè? Het plakt alleen aan elkaar. Ja. Crazy. Vet, hè? Ja. Enge dingen. Nice. Nou, ik vind zit hier. Nice. Oké, ik was thuis en heb even snel wat gegeten. Nu komt mijn nicht uit Filipijnen dus. En we gaan haar eventjes ophalen van Schiphol. Dus dat. En ik heb trek, dus ik ga heel even snel een snoepje pakken. Om mee te nemen. Oké. Waar heb ik zin in? Oh, ik heb eigenlijk zin in een salmiakkerie. Maar die ligt boven. Zal ik hem zo pakken? Ja, ik ga hem pakken. I don't care. Oh, moet wel gaan? Het is best wel koud buiten, maar ik heb wel gewoon nog een panty aan. Ja, naar immigratie. Toch, zeg jij. Ja. Toch. Dat toch? Ja. Ja. Jij dus. Wilt heel graag naar de Burger King. Ja, maar dat mag niet. Van deze. Deze is mijn moeder. Dat is mijn moeder. Maar ja. Ga je nu gaan zinnig zijn? Nee. Is hij hem in? Ja, je mag weer terug. Oké, bedankt.
Guys, het is gelukt. Ik wil vloggen. Ik zal er zo wel even op de vlog doen. Hou eens vast. Wacht even in. Ik zal er zo wel eventjes op de vlog doen, als ze dat wilt. Ik weet niet of jullie mij horen, want het is heel hard geluid. Maar het is gelukt en ze is dus hier voor één nachtje. En daarna gaat ze door naar Madrid. Het is super leuk en super gezellig. Maar ik ga er zo wel even op de vlog doen. Ah, het is echt leuk om haar weer te zien. Ik heb haar 3 jaar niet gezien of zo. Oké, guys. My cousin. You're my cousin, right? Yes. My cousin from the Philippines is here. Ik praat heel even in het Engels, want zij praat geen Nederlands. I was telling them I will speak in English because you're from the Philippines. And she's going to Spain next. Tomorrow. Tomorrow. Ze had een soort van tussenstop van 18 uur in Amsterdam. Dus ja, wij wonen hier, dus daarom kwam ze naar ons toe. And now we're going to McDonald's. Instead of watching the game. Instead of watching Argentina and Croatia. Yeah. See, I know what's going on. So now we're getting ice cream. Yes. Morning, guys. Wat wil ik eigenlijk zeggen? Het is vandaag woensdag en ik heb net een meeting gehad voor de podcast. En mijn nicht ging eigenlijk al om 5 uur 's nachts weer terug naar Schiphol. Want die is nu naar Madrid. Dus het was even kort maar krachtig. Nu heb ik even mijn tas ingepakt. Echt een megatas, want ik ga met Bel shooten in Den Haag. En gelukkig is het mooi weer, want de zon schijnt zelfs. Dus dat is chill. Nu ga ik even snel wat ontbijten. Ik denk dat ik gewoon in dit joggingpakje even ga. Of niet. Ik weet het even niet. Ik heb niet een trui die hierbij past. En het is wel super koud. Dus ik heb wel een super schattig pakje. Dit hoort bij elkaar. Of nou ja, van hetzelfde merkje. Grey. Ik heb er ook een petje van en een shirt. Alleen zo koud als ik niet een trui aan doe. Dus ik ga even kijken of ik een beetje een bijpassende trui heb. Ik heb 4 of 5 outfitjes of zo mee. En we gaan ook een YouTube filmpje opnemen voor Belder kanaal. Daarna ga ik naar Dion toe. Gaan we even samen koken. Oh, dit gaat vallen denk ik. Of niet. Nee, dan ga ik naar Dion toe, gaan we samen koken en eten. En ik slaap denk ik bij Dion. Zal ik dat doen? Ja of nee? Ja, denk ik wel. Ja, dus ik ga Bel zo ophalen. En dan gaan we naar Den Haag. Echt jongens, warme sokken is zo chill. Ik draag alleen nog maar van die warme sokken. Ik koop ze bij de Primark en het is echt super chill. Ik heb ze ook echt in alle kleuren. Ja, ik krijg dus een beetje paniek. Want ik moet mijn koffer ingaan. Wat voor Londen. Want ik ga overmorgen al weg. En ik heb nog geen idee wat ik mee moet nemen. Hey, we zijn aangekomen in Den Haag. Het was maar een half uurtje rijden. Dus niet heel lang. Bel is even in de auto aan het omkleden. Dit is de eerste outfit die ik op de foto wilde. En we hebben een leuke witte muur en een beige muur gevonden. Dus we gaan, denk ik, eerst even de beige muur doen. En dan ga ik me omkleden. Of eerst, ja, de eerste beige muur. Dan ga ik omkleden. En dan doen we hier ook gelijk de witte muur. En volgens mij was dat het. Dan gaan we door naar de volgende location. Oké, guys. Dit was de eerste spot. Dus dit is cute. Hier hebben we deze outfit. We zijn allebei aan het vloggen. Oké. We zijn nog steeds op dezelfde plek. En we hebben wel al 3 foto's gemaakt. Ik heb er 3. P2. En ik heb de volgende outfit al aangetrokken. En Bel gaat zo meteen de outfit aantrekken. En we gaan nu naar de volgende locatie rijden. En dat is 10 minuten rijden. Houd het bij je. Oké. Dat is 10 minuten rijden. Ik moet hier wel plassen eigenlijk. Ik weet niet of het een beetje in de stad is. Maar anders kunnen we misschien even. Doe maar je echter. Een chocomel halen, dacht ik. Maar okay, chocomel. Dan niet. Dan niet, weet je. Dan hoeft niet. Oké. Oké. We zijn bij deze locatie aangekomen. Het is een beetje trap en
van die zwarte kozijnen. Dat is best wel cute. En ik ben nu bezig met foto's maken van Belle. Daarna gaan we heel eventjes naar Five Guys om lekker lunch te halen. Oké, jouw camera is zo meer sterk of zo. Nou, mijn is echt een beetje uit elkaar gevallen. Ja, mijn is ook half uit elkaar gevallen. Ja. Maar we hebben net een mukbang op mijn kanaal opgenomen. Dus je bent het koning. Check it. En we hebben beloofd dat we de volgende op Lola gaan doen. Dit vind ik een mooie foto. Dank je. Aesthetic. Maar Noos zich even wat omkleden, want we gaan hier een foto maken bij deze garage deur. En dan wil je nog naar een andere spot, toch? Ja, maar dat is gewoon hierachter. Dus dat is gewoon hierachter. En het is ijskoud. Dat is chill. Maar, dus we hebben dat nu even gedaan. No gaat zich nu echt een best wel koude fit aandoen. Dit moet ik letterlijk aan. Oh, dat is wel heel koud. Dit is echt heel zielig. Maar moet je er wel iets overheen? Ik doe een blazer eroverheen. Moest niet aan denken. Ik blijf lekker in mijn choicebook. En moet je er niet aan denken. Wat ga jij vanavond doen? Ik ga naar Dion toe. En dan ga ik koken samen met hem. En dan, wat gaan jullie koken? Volgens mij kip met rijst. En persiebonen. Lekker. En dan heb ik... daarna ga ik even met Mila bellen. En dan gaan wij dingen reserveren voor naar Londen. Want wij gaan overmorgen naar Londen. Oh, je gaat niet met Dion? Ja, ook. Met Mila van Donato? Ja, Mila, Donato en Dion. Yeah. Maar dan gaan Mila en ik eventjes wat dingetjes reserveren alvast. Ah, goed. Dat moet naar Sexy Fish. Ja, dat is wel. Dat is leuk. Ik had dat ook gekeken. Ga ik ook even kijken voor jou. Ja, bedankt. Dus wat een drukte. Ik ben net thuis. Nee, ik ben al een tijdje thuis. En ik heb vanochtend Lola geholpen met een stylingopdracht voor de school. En toen ben ik even naar Orlando gegaan, waar ik altijd DJ-les volgde vroeger. En daar heb ik gewoon even gezellig gedraaid. En hij vroeg of ik daar les wilde geven. Dus daar ga ik even over nadenken of ik tijd heb daarvoor en of ik het leuk vind. Nou, sowieso vind ik het leuk. Dus dat is ook misschien leuk voor jullie, als jullie dat willen leren, dat ik een of twee dagen in de week DJ-les ook ga geven daar. Maar nog niks is zeker, dus dat komt nog allemaal. Nu moet ik deze ravage opruimen. En ga ik mijn koffer inpakken. Ik ben ingecheckt, of we zijn allemaal ingecheckt voor morgen. Want we gaan naar Londen morgen. Ik ben zo chaotisch bezig. Ik ga nu een paar outfits bij elkaar vinden. En in mijn koffer proppen, want ik doe samen met Dion een koffer. Voor een weekend hebben we deze grote koffer, dus ik denk dat het wel goed moet komen. En vanavond gaan wij lekker naar Winterparadijs met mijn management. Dus dat is ook super gezellig. Ik ga nu lekker muziekje aanzetten, mijn kamer opruimen, koffer inpakken. En even checken welke samenwerking ik moet doen. Want die neem ik dan of mee, of... Oh, bel mij. Oké, guys, ik ben omgekleed. Ik heb gewoon even iets simpels aangetrokken. En wij gaan nu naar Winterparadijs. Dus ik neem jullie eigenlijk gewoon gezellig mee. Ik wil wel graag op de vlog. Hoi Stijn. Bij de Amsterdamse Winterparadijs. We gaan hier vandaag... Deze ga je echt even smoren. Oh. Er gebeurt heel veel. Ja, erg drukke vlog. Ja, Oes is daar. Maar we zijn bij Amsterdam Winterparadijs. Ja. En we gaan chillen. We gaan chillen. Oké. Ik ben even mee genieten. Oké. Hallo, Ben. Hallo. Lachen. Oké, zullen we gaan? Ga, Joost. Nou, we zijn hier gezellig. Kiki has arrived. Vanavond ga ik even naar mijn boom. Mijn camera is kapot. Ik heb niet gevlogd. Goeie maar... camera, man. Bel, altijd als jij er bent, is mijn camera slecht. Nee, grapje. Maar het is hier heel glad. En we zijn bij Winterparadijs. Het is heel leuk. Maar we gaan nu weer naar huis. Het was wel heel gezellig. Kijk hoe gezellig het eruit ziet. Die, vond je het leuk? Vond je het leuk? Oh mijn god, kijk even het scherm. Dat scherm gaat gewoon kapot. Ja, jij vond het leuk, hè? Zullen we volgende keer hierin? Nee. Ja. Goedemorgen, guys. Het is vrijdag en wij gaan naar Londen toe. Ik weet nog niet of ik het in een aparte vlog ga doen of dat ik het gewoon in deze weekvlog doe. Ik denk dat ik het gewoon deze weekvlog doe. Maar wij gaan een weekendje naar Londen en we hebben nog 20 minuutjes ongeveer. Dus ik ga nu even mijn tasje inpakken. Wat
zal even de outfit laten zien. Is niet heel boeiend eigenlijk. Want het is super koud in Londen. Dus ik wilde gewoon een... Oh mijn god, trouwens, kijk even. Mijn scherm is kapot. Gisteren ging hij opeens kapot. Dus ja, ik moet even een beetje voorzichtig doen. Maar ik heb gewoon een trui aan met een pet. Jeans. Schoenen. Tas. En ik heb echt een hele dikke winterjas. Want die past niet in mijn koffer. Die wil ik wel mee. Dus die moet ik eventjes aandoen. Dus ja, wij gaan zo naar Schiphol. Oké, guys. We zijn door alles heen. Security, paspoortcontrole, alles. En we zijn nu even bij Joni Juice. Ja. Had ik jullie al in de vlog gedaan? Nee. Nou, pak je moment. Luister. Oké, je wilt altijd dit zelf, is mijn maar moment. Je moet hem goed vasthouden. Dus we zijn nu bij Joey in de douche aangekomen. Joey in de douche. En ik heb een power shake besteld. Mila heeft een stress down shake besteld. Of wat het ook is. Noah heeft een, wat heb je besteld? Ik heb een Iron Man. En Dia heeft een... Pick me up. Pick me up. Nou, tot de volgende. We zijn aangekomen in Londen. En we staan nu bij de bus die ons gaat leiden naar het treinstation. En vanaf daar moeten we met de trein. En dan zijn we bij ons hotel, droppen onze spullen daar, gaan we lekker de stad in. Dus ja, ben benieuwd. Oké, guys, we zijn aangekomen in de kamer. En het is echt super mooi en het uitzicht is ook super nice. Even kijken of jullie iets kunnen zien zonder die reflectie heel erg. Ja, soort van. Maar het is echt een hele mooie kamer. Heel chill. En ook een mooie badkamer. Ik heb me heel veel omgekleed. Gewoon een pantalon met een topje. Want stel we gaan nog uit. Of we gaan sowieso uit eten. Ik weet niet of we nog terugkomen hier. Dan heb ik in ieder geval een beetje een mooi topje aan. En het is een badkamer. Is ook super mooi. We zitten in Dorset City Hotel Londen. Dus ja, nice. Ik heb me heel veel omgekleed. Ik heb een topje aan van Naked met een pantalon van de... Bershka Stradivarius. Volgens mij Stradivarius. All Stars en lekker met dikke winterjas. En dit mutsje is van de Zara. Wij gaan nu even de stad in en lekker uit eten. Ja, dat eigenlijk. Wat een beetje gezeik, want Mila en Donato hun koffer ging dus niet open. Dus die hebben we opengebroken. Maar ja, het was even niet anders. Oké, na een hele lange tijd zitten we eindelijk weer terug in de metro. En we gaan nu naar Winter Wonderland in Hyde Park. Als we nog steeds binnenkomen, want we hebben kaartjes van 4 tot 6 voor binnenkomen. Het is nu 6:50 en het is nog wel 20 minuten reizen. Nice. Oké, guys, we zijn er bijna bij Winter Wonderland. Good morning. Oh, die besje. Ja. Sorry, die is daar. Good morning allemaal. Het is vandaag zaterdag en wij zijn wakker geworden in Londen. En dit is mijn outfit voor vandaag. Ik heb een colletje aan met een daaronder, of ja, een blazer en daarover nog een jas. Een jeans, All Stars en gewoon een zwarte tas. En jij die? Wauw, beige white look. Oh, het is heel erg tegenlicht. Maar I like... En we gaan nu even lekker ontbijten en de stad in. Dus dat is leuk. Nou jongens, we zijn lekker aan het ontbijten. Lekker. Nou oké, maar het ontbijt komt eraan. We zitten in een schattig tentje. En we gaan zo lekker even shoppen. We zijn nu... Is dit Regent Street of is het Oxford Street? Regent Street. Maar we gaan lekker winkeltjes kijken. Big Ben, London Eye, sightseeing, gewoon een beetje leuke dingetjes doen. En dan... We gaan ook aan het drugs gaan. Zeg jij? En daarna gaan we lekker eten. Alleen maar eten. Lekker een club sandwich. Lekker, lekker, eet smakelijk. Nou, lekker guys. We zijn in Chinatown. Jill maakt even een lekkere pancake met duck. Nou, we hebben de hele dag lekker door de stad heen gelopen, lekker gewinkeld, dingetjes gezien. En nu zijn we in de hotelkamer, hebben we omgekleed. En we gaan nu uit eten bij No... Hoe heet het ook weer? Novikov? Zoiets, ja. Novikov. Kreeg ons aanrader. Wat? Deze fucking trui, jongen. Kito, zo erg deze klote wollen trui. Ik kan bijna een andere aandoen. Hij staat wel leuk. Ja, dat is wel best.
Maar het moet ook lekker zitten en het zit echt voor geen meter. Doe je een lange mouw t-shirt eronder? Nee, dat gaat niet. Oké, nou, we moeten wel opschieten nu, want we moeten wel gaan. Oké, we're going. This is the fit. Ik heb gewoon een zwart topje aan. Jeans. En een blazer. Ja. Ja, ik wil er bijna zonder gaan. Oeh, schiet op hoor, want we moeten gaan. Oké, guys. Lekker licht dit. Maar we hebben een heel leuk weekend gehad en sowieso een leuke week. Dus ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik ga hem editen en dan komt hij denk ik morgen online. Dus ja, dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog.